Hallo, ik ben Ron Hoeben van de Music Alliance. We hebben een serie van onderhoudstips voor gitaren. Dit is het eerste deel. Het gaat over luchtvochtigheid en de gevolgen daarvan. Van een te hoge of een te lage luchtvochtigheid. Ik heb hier de gevolgen van een te lage luchtvochtigheid. Gitaar met uitstekende frets. Met een scheur in het bovenblad. Dan ben je echt heel ver gegaan. Ik laat je nou zien hoe je dat kan voorkomen. Dit is een ingrijpende reparatie die moet gebeuren. En dat wil je absoluut voorkomen. De eerste tekenen van een te lage luchtvochtigheid zijn dat fretsprikken. Je voelt aan de zijkant, ze zijn niet helemaal glad, ze zijn een beetje scherp. Dat is het eerste teken. Het andere teken kan zijn dat je actie, de snaarhoogte, wat te laag wordt. De top van de gitaar is altijd een beetje bol. Er zit vocht in het hout. Ieder hout zit vocht. Te lage luchtvochtigheid geeft dat hout zijn vocht af. En dan krimpt dat hout. Het gaat omlaag. Je snaren liggen heel laag op de toets. Let erop, want die top kan zelfs doorzakken. En dan krijg je dit. Dan krijg je een scheur in het bovenblad. Heel vervelend. Moet je niet heel willen. Het voorkomen hiervan gebeurt door het aanbrengen van een humidifier. Zorg, als je merkt dat die gitaar een te lage actie heeft of die fretjes aan het prikken zijn, koop een goede humidifier, doe die gitaar terug in zijn hoes of in zijn koffer en zorg dat die gitaar weer op peil komt. Die fretjes die prikken, daar moet je wat aan laten doen. Die fretjes moeten worden afgeschuurd, afgeveild. Vervolgens kan je die toets met toetsolie bewerken, in olie, dan blijft die goed. De ideale luchtvochtigheid is tussen 45 en 55%. 5% plus of min is niet zo erg, maar komt die onder de 40%, doe er wat aan. Doe wat in je omgeving, zorg dat die lucht in het algemeen vochtig wordt. Of in het specifieke geval van een gitaar. Doe er een Oasis luchtbevochtiger in en je instrument blijft behouden voor dit soort kwalen. Dat meten van die luchtvochtigheid doe je met een hygrometer. Koop zo'n ding. Je haalt er altijd weer je profijt uit. Komt die onder 40%, doe er wat aan. Zit die te hoog, doe er ook wat aan. Leg er wat silicagel zakjes in de koffer.